Hallo allemaal, wat leuk dat je weer bij mij aan tafel schuift. En vandaag dacht ik een leuk klein project te hebben. Ik heb geen idee hoeveel tijd het gaat kosten. Maar het is een klein project omdat we postoids gaan maken. Postoids zijn nep postzegels die je uiteraard natuurlijk van PostNL niet mag gebruiken als een echte postzegel. Maar je kunt ze wel leuk gebruiken in je bullet journal, in je art journal, op een kaartje die je zelf gemaakt hebt en wilt versieren. Ik denk dat als je een echte postzegel plakt en nog eentje ergens anders op de envelop, dat het wel mag. Ik heb geen idee, maar je kunt erachter komen op die manier. Dit zijn echte postzegels natuurlijk. Voor de postzegels of de postoids die je gaat maken, kun je een templateje maken. Postzegels in Nederland zijn 2,5 centimeter hoog en 2 centimeter om en nabij breed. Dat heb ik hier om en nabij ook voor elkaar gekregen. Je kunt, als je wilt, het nog makkelijker maken. Alleen heb je er dan niet 9 op een rij. Maar je kunt ook gewoon zeggen, weet je, ik pak wat post-it notes. Ik pak mijn post-it noteblokje. En plak zo een templateje in elkaar. Zo heb je ook een template. Misschien kun je het aan elkaar nieten. Dit kan ook heel prima op je ondergrond geplakt worden. Dus dat heb je natuurlijk iets minder met die. Dus die moeten we even plakken met wat van die verpakkingstape of die afplaktape. Maar hier kun je dus op een hele snelle manier een template maken. Ik ga deze uitproberen. Die heb ik net gesneden. Ik pak er wat 120 gram papier bij. Misschien dat ik ook nog aquarelpapier ga gebruiken. We gaan het merken. We plakken dit op je ondergrond. En wat gaan we er dan op doen? Nou, we kunnen stempelen natuurlijk. Ik heb een hele lading stempeltjes even bij elkaar gezocht. En niet alles zal geschikt zijn. Deze is al te groot, zie ik. Hier zit een verzameling in. Ook deze is te groot. Dit kan wel. Gewoon random tekst. Hier kun je een gedeelte van doen. Hier zitten wat kleine leuke dingetjes op. Pijltjes. Hier kan ik wel wat mee, denk ik. En ik dacht met de golven. Nou ja, goed. Ik heb zo het een en ander uitgezocht. En ik, nu ik zo aan het nadenken ben, aan het bekijken ben, denk ik dat ik eerst de achtergrond ga doen. Want anders moet ik straks de achtergrond eroverheen gaan doen. Over de stempels. En dan wordt het natuurlijk nooit zoals ik, waar ik blij van word. Dus we halen dit nog even los. En ik ga met wat Distress Inkt een achtergrond maken. Plakken we deze er weer op. En dan gaan we op zoek naar een stempeltje. Wat hier wel eens leuk op zou kunnen staan. En je kunt natuurlijk een setje maken met allemaal dezelfde. Maar voor deze keer dacht ik, ik ga gewoon een aantal verschillende doen. Ik ga eens even kijken. Ik denk dat ik toch even met een zwarte begin.
En om er zeker van te zijn dat ik straks niet hier omheen op mijn andere postzegels ook stempel, doe ik hier gewoon nog eventjes een postertje op. Dan kan er niks gebeuren. Pakken het stempelblok. En kijken hoe ver we komen met dit mes. En zo bescherm je dus de rest van je postzegels. Je kunt, zoals je ziet, zit het toch een beetje op de zijkanten, maar je kunt ook met een wipie nog een beetje de kleur afnemen als je dat zou willen. Daar is de Distress Ink juist zo leuk bij. Je kunt ook nog wat water erop sprayen. Dan zien we druppeltjes. Eens kijken of ik water in de buurt heb. Even deze beschermen. Zo. Dan pakken we een rol papier. En zo hebben we weer een andere achtergrond. Dan gaan we door naar de volgende. Zo, deze hebben we nu. Het begint al ergens op te lijken. Dit even wegdoen. Dan pak ik er. Dan gooi ik mijn telefoon eerst even op de grond. Ik wilde gewoon even een pen pakken. Een zwarte pen. 0,2. En dan ga ik hier gewoon even wat lijntjes in het midden of om de binnenkant van de postzegel heen zetten. De postoid. Nou, en om de PTT, god, dat was lang geleden, om PostNL niet helemaal in de war te brengen, kunnen we er natuurlijk altijd nog een stempeltje op zetten. Dan ga ik even op zoek naar, god, wat kostte postzegels vroeger eigenlijk? Toen er nog geen 1, 2, nou 80 cent denk ik. Er stond nog geen 1, 2 of 3 op de postzegel. Dus ik ga op zoek naar mijn juiste stempeltjes. En we gaan eens kijken. Ik heb hier een gouden stempelblokje. Zo. 8-0. Eens kijken of dat te zien valt. Ja, ik zie het. Ik zal het straks even in de
camera laten zien. En de C. Ja, waarschijnlijk had er ook nog een T achter moeten, maar A gaat het niet passen en B gaat het gewoon niet passen. Dus het wordt een C. Zo. Nou, en dan is eigenlijk het laatste wat je nodig hebt een schaar met zo'n leuke kartel erop. Ik zal eerst even het eindresultaat laten zien. Dit is het geworden. Dan is hij natuurlijk niet helemaal af, bedenk ik me net. Er moet natuurlijk ook een scheurrandje tussen zitten. Nou heb ik een snijmachine met de mogelijkheid om een soort van scheur. Hier zie je hem staan. Maar goed, ik laat het straks wel even zien. Zo. Dan moet hij daarop liggen. Altijd even meekijken. Dit is de goede lijn, dus daar moet hij een beetje op liggen. Kijken. Zo. Zo'n scheurrandje. Ik heb het niet heel netjes gedaan. Maar je zou er ook nog een scheurrandje van kunnen maken. Dus ik ga het even goed voorhouden. Dit zijn zogenaamde postoids. Ik zei het al, dit is een kort project. Ging sneller dan ik dacht. En als ik iets meer netheid had betracht, dan had ik er misschien nog een minuut langer aan kunnen kletsen. Ik hoop dat ik je geïnspireerd heb en dat je denkt, hé, dat is leuk, dat kan ik ook. Want ik heb ook zo'n schaar en de rest kan ik of bij elkaar verzamelen. Of ik ga het gewoon bij elkaar verzamelen. Als ik je geïnspireerd heb, geef me dan alsjeblieft een like. Je kunt je ook abonneren op mijn kanaal. Klik op de rode abonneerknop. Als je dat gedaan hebt, verschijnt daarnaast het notificatiebelletje. En als je daarop klikt, krijg je elke keer een melding wanneer ik een nieuwe video op YouTube heb gezet. Je kunt mij ook vinden op Facebook. www.facebook.com/kraftiestenmw/. Staat ook in het scherm en ik zet het in de beschrijving. Ik vond het leuk dat je er was en ik hoop je snel weer te zien.